goedenavond. Ik zit hier op een trailplaat. Wij van Cineac, we zijn hier op het leukste en het grootste dansfeestje voor doven en voor horenden. We gaan een leuke avond hebben en we gaan een leuk verslag van maken. Veel kijkplezier. Max, jij organiseert dit evenement voor de vijfde keer. Eerst maar eventjes, hoe loopt het feest? Het is in volle gang. Hoe loopt het? Ja, wij vinden dat het goed loopt, want iedereen is nu lekker bezig, lekker aan het dansen. De acts zijn bezig, de mensen stromen binnen. Ja, en ja, de voorbereiding is altijd lekker hectisch. Ik zeg altijd, 2 uur voordat de deuren open gaan, dan komt echt alles op je af. En daarna dan voel je echt de druk wegzakken en dan ga je gewoon genieten. Ruïnes, binnenlichten die flikkeren, portieren duister, door donkere hoeken, in de verte ogen die glipperen. Bivakmutsen, gerafelde kleding, neem me mee, afgebrande boekenkasten, zwarte veten, stallen op slot. Het is de enige echte B.O.E.F. a.k.a. Movie Boy! Spanning in de lucht, kom terug, kom terug, als er wordt. Waarom dit feest? Ja, waarom? Nou, de eerste reden is dat ik zelf een zus heb die doof is. Dus dat is mijn link met de dove wereld. En daarnaast, ja, doven houden we ook van uitgaan. Alleen, die groep is wat geïsoleerder, dus die komen elkaar altijd tegen. Je hebt dan een dovenfeestje, maar ja, dan kom je je vriendin uit Groningen tegen, je vriendin uit Den Haag. Dus zij willen ook een keer ergens anders heen. En vandaar dat wij het belangrijk vinden om die koppeling te maken tussen doof en horend. Ik ben je soeverein, laat ze, graag praten ze, laat ze, laat ze. Alleen maar FTG, alleen maar FTG, ja, ja. Alleen maar FTG, alleen maar FTG. Kijk, that's the spirit, dank jullie wel. De muziek staat wel erg hard. Ben ik het niet echt mee eens, want wij moeten ons aan onze decibellen houden. Alleen je voelt de lagere tonen wat meer. Maar ik ben iemand die heel snel last van zijn oren heeft en het valt mij echt reuze mee. Het zijn vooral de schelle tonen die vaak pijn doen en de lage tonen die voel je wat meer op je lichaam. Voor de horende mensen hebben we oordoppen, omdat we willen ook wel een soort van voorbeeldfunctie zijn voor de mensen die wel kunnen horen. En dat is toevallig, zo bij ons terechtgekomen. Maar wij hebben zoiets van ja, we willen het gewoon het gehoor beschermen. En op een of andere manier is het bij ons feest geen taboe om gehoorbescherming te gebruiken. En je hoort ook mensen echt vragen om gehoorbescherming. En bij een regulier horende feest, dan zie je dat niet. En dat vind ik wel heel... Ja, heel raar eigenlijk. Mijn naam is Louise, Louise. En mijn naam is Angelique. Oké, en vinden jullie het een leuk feest? Ja, zeker. Zeker, heel leuk feest. Ja. Tot hoe laat blijven jullie? Ja, afhankelijk van hoe gezellig het is. En dan blijven we tot 3:30. Als we er genoeg van hebben, dan gaan we eerder naar huis. En ik ook, zoiets 3:30, 4:00, zoiets. Gaan jullie dronken worden? Nee, nu nog niet, zegt zij.
Er is een band. We beleven onze studio s'nachts en de studio met de nacht. Ze vermijden de stad, die van ons zit veilig in het pad. Daarom mag ik vaak zelf. Carina, we hebben jou aan het werk gezien als dove tolk. Ja. Is het zo dat werk, dat die taal jou rijker heeft gemaakt? Ten eerste, de officiële term is niet dove tolk, maar tolk gebarentaal. En of dat werk mij rijker heeft gemaakt? Ja, absoluut, want ik kom in heel veel verschillende situaties. Ik ga bijvoorbeeld mee met een dove persoon naar het ziekenhuis. Of ik tolk de hele dag in het onderwijs. Dus ik leer gewoon echt heel veel. Het is echt heel erg leuk werk. Ja. Heeft het je ook gelukkiger gemaakt? Dat het mij gelukkiger heeft gemaakt? Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Maar ja, ik denk het wel. Ja. Want ik word echt, hiervoor heb ik heel veel andere werken gedaan. Maar ik vind het echt heel erg leuk werk. Ja. Zouden meerdere mensen die taal moeten leren? Of zou iedereen die taal moeten leren? Ja, vind ik wel. Want ik vind het zo'n mooie taal en het is zo makkelijk als je met je handen kan praten. Dus ja, vind ik wel. Ja. Okay. En tot slot, heb jij het ook een beetje naar je zin gewoon met die muziek hier en het feest? Ja, absoluut. Het is nu de derde of vierde keer dat het wordt georganiseerd. Ik ben er van het begin af aan bij geweest als tolk. Dus ik vind het echt superleuk. Altijd heel gezellig, goede sfeer. Ja, echt super. Oké, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Joost. En kom je hier voor de eerste keer? Nee, voor de tweede keer. Ik ben op het strand geweest dan in Scheveningen, daar was ook iets feest. En nu ben ik hier voor de tweede keer. En ga je nog dansen of heb je al gedanst? Ja, net heb ik een beetje gedanst op de trailvloer. Dat is echt heel hard gestand. Ja, goed. Misschien vanavond een meisje scoren of krijgen of... Geen idee. Misschien wel. En we zien het wel. Er zijn heel veel vrienden van mij ook. Dus, Weet je, ziet er toch heel leuk uit? Dankjewel. Ja, dankjewel. Nou ja, vroeger was ik heel mager, maar nu word ik al wat breder. Dus, Okay. Nog even, hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben nu 19 jaar oud. Oh, je bent nog heel jong dan, toch? Ja. Oké, okay, hele fijne avond. Dankjewel, jullie ook. Leuk feestje. Dit was het weer en tot de volgende keer.